We staan hier in het Heilige der Heiligen, de geboortegrond van het bekende knijpkutje. En samen met de createur, de artistiek, Maxime Hartman. Meneer Hartman, de knijpkutjes zijn niet aan te slepen, hè? Nee, we worden echt overspoeld door aanvragen, niet alleen vanuit Nederland, maar van over de hele wereld. Ja, van zoiets kan je alleen maar dromen. Hier zie je hoe ik het nog in het begin maakte, die knijpkutjes. Tegenwoordig heb ik een hele lange productielijn in Diemen Zuid. En daar werken 30, 40 man fulltime aan. Is dat speciale... Ja, speciale kutklei? Speciale kutklei. Als het te koud is... Oh, ja. Laat hem even een beetje warm. Moet je een beetje water erbij? Om het kutje nat te maken. Ja, doe maar, dan sprinkel je gewoon met je handen en dan maak je hem een beetje nat. Ja, prima. Ik wil een oud-Hollandse boerenvleeskut maken, Maxime. Ik denk dat het een heel goed idee van je is om echt de typische Hollandse boerenkut te maken. Want we hebben kaas, we hebben tulpen. En dit kan ook natuurlijk een enorm goed exportproduct worden. Oh, my love. Dit is toch echt schandalig. Zo zit een kut toch niet in elkaar? Ik ben nog aan het werk, joh. Nou, dan laat je even alleen, want het is echt belachelijk. Ik heb fucking vleugels, man. Yo, wacht nou gewoon op het eindresultaat, weet je wel. Nee, maar het is zo makkelijk. Wil je koffie? Ja, doe maar een bakje koffie, ja. Goed zo. Tot zo. De inzet van Jan wel goed. Alleen hij heeft echt totaal geen kaas gegeten van hoe een kut eruit ziet. Daar schrik ik een beetje van. Proost. Ja. Op je kutje. Ja. Ik heb ook nog afgekeurd, hè. Die zijn voor het Oostblok. Oh ja. Die zijn dan niet goed genoeg voor de Westerse markt, maar in Bulgarije en Roemenië vinden ze dat prima, dit spul. We hebben aangekondigd dat ik dan het model oud-Hollandse vleeskut maken. Ja. En dan maak ik vleeskut met schaamlippen als saloondeuren. En dan begin jij te zeggen dat het te groot is. Nou, niet zeiken, maar... Ach, maar jezus, dit is de artist impression. Ja, oké. Misschien moet ik dat ook gewoon loslaten. Wat zou jij nog op dit moment hier aan doen? Ik heb pruimtabak, misschien is dat wat. Past wel bij het product. Kijk, maar het is iets anders dan harig, zie je? Dat was in de thee. Dat was niet handig. Is het scherp? Nou ja, zie je niet. Ja, zo vind ik hem af. Het nieuwe model van de knijpkutten, gemaakt door Jan Roos. Ik ben er wel trots op. Het is de Hollandse vleeskut. De oud-Hollandse vleeskut. Wij van Knijpkutten International zijn nog op zoek naar nieuwe knijpkutmodellen. Dus heb je een hele uitgesproken kut of een kut waar je jij tegen kunt zeggen, stuur dan even een foto op naar Poon. In de afdeling Research and Development zal dan kijken of die geschikt is en dan komen we naar jou toe om een afgietsel te nemen. Korting. Oh ja. Voor alle leden van Poon is er nu goed nieuws. 20% korting op elke knijpkut. Bestellen dat ding. Ja, was goed. Ja, nog één keer, hè? Want,